wordt zo rommelig. Ja, in het begin was het overzichtelijk. Kaboom, re. Die speel ik voor een lege zaal. Mijn leven, mijn verhaal. Deze zaal, mijn verhaal. Rocko, blauw, leeuw, groen, paard, en dat je daar zo'n beetje zo, alsof je het heel erg hebt, met dat geplette haar van een sauna, dat je dan... En dan loop je naar de bar en dan bestel je een gember wortelsap. Want dan ben je 5 minuten gezond bezig. Ik ben Lynette van Dongen, ben cabaretière en ik toer nu door Nederland met mijn voorstelling Nike, godin van overwinning. Denk niet, Hans, dat dit jou niet gaat overkomen. Denk niet, Evie, dat is voor oude mensen. Het gaat je gebeuren en het is feestelijk. Dit is als je hersens naar je reet gaan zakken. Ja. Dat dit je rechter hersenhelft wordt en dat je linker hersenhelft. Je zit op je hersens. Je denkt, oh, ik moet boven even iets pakken. Je loopt naar je kamer en je staat... En niet zo van, oh ja, later. Nee, gewoon helemaal... Gewoon helemaal... En dus dan roep ik vaak naar beneden, schat, dat ging ik ook weer halen. Nike gaat eigenlijk over het opruimen van mijn kelder. En dat ik heb het letterlijk gedaan en dat ik dacht, oh, wat heeft een mens allemaal nodig om te durven bestaan? Hoeveel kan je weggooien en wat kom je tegen als je het uit je doos haalt? Dus het gaat eigenlijk over heel veel lol maken en hoe kom je aan die bevrijding? Hoe word je de godin van overwinning? Ja, maar het is toch zo? De voorkant wordt zo rommelig. Ja. In het begin was het overzichtelijk, kaboom, re. Nike heeft niet zozeer een dwingende inhoud dat als je thuis komt, dat je denkt, ah, daar gaat het over. Het is natuurlijk een vrouw van 50 aan het woord. Waar ben ik doorheen gegaan? Wat heb ik ontdekt? Wat vind ik hilarisch? Hebben jullie dat ook? Ik haat het woord zoektocht, maar het is wel van hoe bevrijd je jezelf van, wat houd je tegen om gewoon blij te zijn? Het idee, ik moet zo zijn, ik moet altijd aardig zijn. Altijd aardig, nou dat red je niet. Weet je wel, ik wilde een engel zijn met zilver, met witte veertjes, maar ik ben iets anders. Nou. En hoe ga je daarmee om? Durf je tegen te vallen? Want dat is wat je moet. Als je wil zijn, jezelf wil zijn, moet je durven tegenvallen. Moet ik tegen jou kunnen zeggen, ja, ik ga het niet doen. Of ik ben niet meer zo leuk als jij me nodig hebt. En daar is moed voor nodig om tegen te vallen. Er is er altijd wel een vriendin die zegt, meis, kom op, wij gaan even naar zo'n sauna-paradijs. We gaan even een dagje bubbelen. Hè? We gaan eventjes lekker naar zo'n spa en health. Ik heb eigenlijk meer vanuit, ik werk vanuit het gevoel. Het gevoel was, ik ben 50, ik voel me beter dan ooit. Ik heb het leuker dan ooit. En ook al zegt de spiegel iets anders, ik voel me mooier dan ooit. Maar de sfeer die over 50 hangt, is... Oh, en nu tellen we niet meer mee. Dat vond ik een gevoel dat ik denk, hoe zit dat? Het bubbelbad. Nou, dat bubbelbad, dat is altijd zo laag bij de grond. En er zitten mensen met hun hoofden hier en jij staat daar naakt boven en je moet erin. Dus hier is dat bubbelbad en zij zit... Goed, je doet je ochtendjas uit, je doet net alsof je beeld schoon bent. En dan sta je bij de bubbelbad en je kan er dus niet even zo in, want dan denk je, ja, hallo, hi. Ik ga heel graag om voor mijn werk te laten inspireren, niet naar mijn eigen vak, zou ik maar zeggen, naar collega's. Maar ik ga liever naar moderne dans of danstheater. Omdat daar, dat ze heel dicht op de vernieuwing kunnen zitten, omdat het zonder woorden is. Ze kunnen multi-theatraal zijn, ze kunnen multicultureel zijn, want een lichaam heeft misschien wel een kleur of een landachtergrond, maar dat zegt niks voor de lichaamstaal. Ze kunnen in vormgeving zitten ze vaak ook bovenop de jonge en moderne ontwerpers en zo. Ik vind moderne dansen heel inspirerend. Ze hebben ook geen show. Je kan niet zien, want soms is het onder water een stoeltje, dan is er weer een gat waar je dan kan liggen. En dan is, dus je weet niet waar je met je pootje naartoe moet. En ze hebben niet zo'n showtrap dat als je naar binnen gaat... Ik ben het meest trots, denk ik, op de spontaniteit die mogelijk is in de voorstelling. Het feit dat het me gelukt is om zonder vorm te staan, dus niet... Nou doe ik zo, want ik denk dat het zo... Ik ben ongegeneerd mezelf. En ik ben trots op de... Ja, op de...
Op de reacties ook. Dat ik echt voel, ik heb iets te pakken. Ik heb het gemaakt op een manier waarop ze het leuk vinden om te zien. De ontroering zit niet meer in de muziek, maar die zit ook in gesproken woord. Het was echt voor mezelf een opdracht. Kun je ook ontroeren met beelden? Met beelden oproepen, en dat is gelukt. Dus ik ben eigenlijk voor het eerst trots op een voorstelling. Je wil in het bad en al die mensen halen. Weet je, denk aan mij het ook schelen. Ik ben over de gêne heen. Huppakee, goed. Hallo, goedenavond. Mag ik even alsjeblieft... Oh, sorry meneer. Neem niet van. Heb jij wel eens een Amerikaanse gezoend? Nou, niet dat ik weet. Wij Amerikanen kunnen heel rationeel zijn als we over seks gaan. Is dat zo? Ja, kom op maar. Het zijn de 60's. Bekijk het zakelijk. Ik moet haar toch eens zeggen.